Vandaag in Fijne Vrienden. Vandaag duiken we de wereld in van de Cricket Masters. Ik ga het niet doen, jongens. Je moet! Ik heb gegooid, dat is goed genoeg. Nee, doe gewoon die strepjes vast. Niet zo! Iedereen wil tegenwoordig maar zoveel mogelijk vrienden hebben. Maar hoe sluit je nou een echte vriendschap? Laat dat over aan de experts. Raaf, Veras en George van Fijne Vrienden. Oh yeah, we staan hier vandaag op de cricketvereniging Vera in Amsterdam, jongens. Wat gaan we doen? Yes, want vandaag duiken we de wereld in van de Cricket Masters. En natuurlijk hoort daar een bepaalde subcultuur bij. En die gaan wij vandaag onderzoeken. Yeah! Let's go! Woo! Goed, we staan hier bij het Vera in Amsterdam, naast Michiel. Hi. Hi Michiel. Hallo. Ik ben Veer. Michiel. Raphaël. Raphaël. George. Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen, Michiel? Cricketen? Het mag eigenlijk nooit gezegd worden, maar het lijkt een beetje op honkbal. Dat ga je toch weer zeggen, hè? Ik ga het toch zeggen. Dat ga je toch weer zeggen. Maar Michiel, genoeg gelulloot, zouden wij ook mee kunnen doen? Ja, tuurlijk. It happened. In Monterey. Wat gaan we vandaag doen? We gaan jullie een beetje leren cricketen. Een beetje de bal slaan. Ik stel voor dat Raphaël gaat beginnen met ballen slaan. Ja, ik kom uit de bakkersfamilie, dus ik kan goed bakken. En hij is goed met ballen. Ik denk dat het goed gaat komen. Nou, Raphaël gaat beginnen met zijn eerste slag. Helemaal mis. Hoe vind je tot nu toe dat Raphaël er doet? Hij is slechter dan mijn grootmoeder. Goed zo, gooi maar hard op de boy. Oh! Hey, lekker vriend! Even evalueren, heren. Veras, ik denk dat het tijd voor jou is om ook een balletje te gaan gooien. Ja, ik ga niet meedoen. Jochem gaat daarvoor doen hoe we de bal moeten gooien. Hij heeft de bal vast, hij gaat op de drie paaltjes mikken. Die wil je omver gooien. Je wil op hem gooien? Ja. Of je wil die ding omver gooien? Nee, ik wil niet op hem, ik wil die drie paaltjes omver gooien. Nee, ik wil op hem gooien. Je bent een windmolen, George. Je komt naar Nederland. Dat is lastig. Kom op, Veerat. Was dat goed? Ja, niks meer aan doen. Er valt nog wel wat bij te schaven. Vooral bij Raafse kant, daar was niet echt om van te spreken. Nou, je hebt die bal ook niet op de mat gegooid, of wel? Ja, details. Details inderdaad. Veras, ik vind eigenlijk dat het jouw beurt is om zeg maar even... We gaan door naar het volgende evenement. Ik ga het niet doen, jongens. Jawel. Trek de shit aan. Ja, maar ik wil het niet doen. Jawel. Ja, maar waar moet ik... Je moet! Ik heb gegooid, dat is goed genoeg. Nee. Ook jij moet slaan, Veras. Pak de spullen. Kinderachtig. Dames en heren, dit is Veras de pussy. Andersom pik ik omhoog. Ja. Wat ben je aan het doen? Omdraaien, dit is voor je knieën. Je hoeft er niet doorheen, Veras. Losmaken. Doe gewoon die strepjes vast. Niet zo! Jongens, ik heb nog één ding nodig voordat we kunnen gaan beginnen. Dat is een tok. Ik moet natuurlijk wel even mijn piemel beschermen. Ik heb een tok nodig. Jij hebt nog wel een tok daar beneden, zie ik. Nee. Moet je zelf kopen. Het is een beetje ranzig als je hem uitleent. Mag jij tok lenen? Nee. Dames en heren, zie hier de laatste momenten van Veras Fawaz, toen nog helemaal heel was. Waarom gooien jullie allebei? Dat is niet eerlijk. Kom op, Raaf. Wat doe jij? Ja, ik ben bang voor de bal. Je hoeft niet bang te zijn voor de bal. De bal is eng. Ja, de bal is banger voor jou dan jij voor de bal, hè, Pik? Ja, die bal is zwaar. Normaal niet. Zwaarder dan mijn eigen bal. Bal? Nou jongens, ik denk dat we cricket genoeg hebben verdiept. Ja, wat gaan we nu doen? Ik zeg, laten we meer in de cultuur duiken. Laten we ook hier vrienden maken. Ik moet er helaas vandoor. Ik ga... Ja, sorry. Doei. Yes. Oké. Hey, vergeet niet te volgen. Volg de baas. Fijne vrienden. Wat is cricket zonder de derde helft? Cheerio. Cheers. Buccaneers and rookie gear, nigga fuck a feel. Staan hier met Thijs Jansen? Oftewel Thijs. Thijs Jansen. Thijs, jij hebt een positie bij het cricket team. Ik ben natuurlijk de manager. De kortste duur van een hele play
kost gewoon 5 uur. Jij was 5 uur geneukt, dat is lang. Ja, 5 uur neuken. Ja, ik kan het wel. Dat lukt jou niet hoor, vriend. Ja, zullen we zwemmen? Zoek eentje uit dan. Nou goed, het was gewoon hartstikke leuk dat we hier Wicked Cricket kunnen organiseren. Ik lieg niet. Iedereen. Je moet niet liegen. Jongen, kut. 5 uur neuken. Niet liegen. Jij liegt al. Nee, ik kan het al hoor. Vrouwen vinden me na, ik wil zo. Hey, maar Thijs Jansen, cricket. Ja. Wie denkt dat de betere speler is, George of Vic? Nee, Dirk Wijnwink. Dirk! Hey, George. Aangenaam. De sterkste speler van een reus, jongen, dit. Hij zei tegen mij dat hij 5 uur lang kan neuken. Dat geloof ik niet. Niet hoor. Baas boven baas, weet je. Laat het eerlijk zijn. 10 minuten. Jij 10 minuten? Ja, dat begrijp ik. Jij kan 10 minuten. Ja, natuurlijk, maar dat is logisch, man. Iedereen 10 minuten bal en je lult je nek, man. Nee, 5 uur. Even serieus, jongens. Wat zijn we allemaal doen hier, man? We're here with Michael. He's one of the cricket spelers here. Cricket players. Cricket players. Did you enjoy the game, Michael? Oh, it's fantastic, except we lost. Whoa. What's... You talk very fast. I know. You're Australian. No, I'm still South African. Seriously? Half our team is Dutch. All the expats are the ones that can actually play. Because we invaded Africa and... A lot of Dutch people in South Africa. Yes, you did invade Africa, that's why I'm here now. I'm actually a slave. Yeah, I know how to say super lekker leuk. Super neuken? Wat? Wat zeg jij, neuken? Wat? Ik hoorde iets heel veel gers. Hoor je mij? Alright, we staan hier bij Rachel. Nee, Willemijn en Rachel. Andersom. Willemijn. Veras. Rachel. Pak Willemijn. Ja, het is een stuk moeilijk. What is your position in the field? Well, I bat and I bowl. And what do you enjoy about bowling? I mean, you have a ball and a couple of... Well, you bowl it over the arm like that. It's more like this, right? This bowling. No, you don't do that. That's bowls. Yeah, bowling. No, bowling's like this. Have you been watching the game? No, of course not. Okay. Is he drinking? But here in Holland, if we talk about bowling, we just, grab a ball kiss it, and I say, I'm the Jesus, and then... You release the ball. You bowl over your arm like that. But it's too heavy, right? You can't grab a bowling ball and then like... Yeah, that ball isn't heavy. Have you felt the cricket ball? Oh, that's a basketball. Yeah, that's just, throw the basketball. We just say... Basketball. Yeah, basketball. That's Oh, no. You dribble with a basketball. Oh, okay. Have you been drinking? Het was een hele toffe dag. We hebben eindelijk een kijkje kunnen nemen bij de Cricket Masters. Oh ja, en heel veel hele vrienden gemaakt. Hele gezellige boel hier, mooi weer vandaag. We hebben heel veel vrienden gemaakt. En zo maak je geen vrienden bij de way. Dansen. Vonden jullie dit natuurlijk leuk? Doe dan even het blauwe duimpje omhoog. Check ook deze twee video's en check onze social media. Je kan ook onze Veras checken. Ook mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer. Doei. Fijn.